In de baan zien we First Napoleon, een nakomeling van Feinrich, moedersvader Negro. Fokkers van Kessel en hengstenhouderij De IJzeren Man uit Weert. Eigenaar hengstenhouderij De IJzeren Man. Je mag rustig losrijden en wanneer je klaar bent voor de proef, dan horen wij het graag. Oké, gaan we over naar de uitslag van deze hengst First Napoleon. Een Feinrich, moedersvader Negro, fokker-eigenaar, hengstenhouderij De IJzeren Man uit Weert.
Nou, een Fierce Napoleon is een zeer aansprekende hengst met veel uitstraling, mooi front, mooie zelfhouding. En hij heeft zich ook tijdens het onderzoek heel positief ontwikkeld. De stap is zuiver, goed van ruimte en regelmaat. En ook in de draf draaft hij met veel souplesse, afdruk en ritme. De galop is mooi ruim, heel bergop, met een zeer goed gebruik van het achterbeen. En ja, in totaliteit toont hij gewoon van nature heel veel zelfhouding en lossigheid en balans. De cijferlijst, de stap een 7, de draf een 8, galop 8,5, rijdbaarheid een 8, houding en balans een 8, atletisch vermogen een 8, schakelvermogen 7,5, aanleg als dressuurpaard een 8, prestatiebereidheid een 8 en ook gehoorzaamheid en evenwichtigheid een 8. Geef ik graag het woord aan Gert Teunissen. Ja, dank u wel. Dames en heren, de hengstenkeuringscommissie kan zich helemaal vinden in deze cijferlijst. Dus ze zullen de hengst handhaven. Van harte gefeliciteerd.